De voetballers van Sportclub Emmeloord hebben gisteravond de bekerderby tegen hoofdklasser SV Urk verloren. In Emmeloord was Urk met 1-5 veel te sterk voor de zondag tweede klasser. De Urkers, die uitkomen in de hoofdklasse, stonden bij de rust al met 2-1 voor. Volgens aanvoerder Olaf Sielius van Sportclub Emmeloord was de 5-1 nederlaag wel een goede weerspiegeling van de krachtsverhoudingen. Ja, dat denk ik wel. Als je tegen zo'n team speelt, dan merk je gewoon dat, dat ze natuurlijk ontzettend veel kwaliteit hebben. Ik denk dat we tot de eerste helft er goed zijn meegekomen. De organisatie bleef goed staan. Verdedigend waren we denk ik erg sterk. Je merkt ook aan hun dat ze moeite hadden om er doorheen te komen, zeg maar. En dan heb je denk ik een klein beetje geluk bij die eerste goal, dat die telt. Maar ja, daardoor blijf je er wel lekker in. Je bedoelt je eigen doelpunt vlak voor rust. Ja, dat is natuurlijk lekker. Jullie staan op dat moment 2-0 achter. Ja, dat geeft natuurlijk de burger moed als je dan 2-1 kan maken. Ja, precies. En het is het moment ook. Hè. Zo vlak voor rust is dat toch wel een boost wat dat het team geeft. Dus we waren ook erg positief toen we de kleedkamer in gingen. Ja, want hoe was dat in de kleedkamer? Wat voor sfeer hing daar op dat moment? Optimisme, denk ik. Ja. Je gaat zo'n wedstrijd natuurlijk toch weer met het idee van het gaat echt lastig worden. En dan zit je uiteindelijk in de kleedkamer met een erg goed gevoel. We hadden het er eigenlijk alleen maar over hoe we het verdedigend nog net iets beter neer konden zetten. En hoe we er aanvallend eventueel uit zouden kunnen komen. Ja. Maar dat lukt dan niet, want na rust dan schakelt Urk een tandje bij. Ja, en dan is het verschil wel merkbaar, hè? Ja, daarin merk je gewoon dat, dat ze boven de meedraaien in hun competitie. En het is gewoon een hartstikke goed team. Ja. Is het voor jullie dan wel leuk om zo'n wedstrijd te spelen? Als je alleen maar achter de tegenstander aanrent eigenlijk? Klinkt misschien gek, maar dit soort wedstrijden blijven natuurlijk altijd leuk. Hè? Ik bedoel, tegen zo'n team, dat speel je maar één keer in de 5-6 jaar speel je dat tegen. Dus dan is het natuurlijk ook gewoon een kwestie van genieten hoeveel je ook moet lopen die dag. Ja. En nemen jullie hier nog wat van mee naar de competitie? Want in de competitie loopt het nog niet zo lekker. 1 keer pas gewonnen. Ja. Nemen jullie er iets van mee? Ja, zeker. Elke week, daar hebben we met team ook wel over gehad. Elke week gaat het tot nu toe beter. Gaan telkens beter aanvallen. Verdedigend staat het ook telkens beter. En ik denk dat we dat vanavond al helemaal uit de eerste helft kunnen meenemen. Ja.